Robin, wat doe jij hier op mijn eiland? Ik heb jou helemaal niet uitgenodigd. Nee, maar dat maakt mij niks uit. We hebben het namelijk de vorige aflevering gehad over oorlog. Ja, wat is er nou met oorlog? En dit is mijn eerste standpunt. Dit is mijn eerste oorlogsactie. Wat is jouw eerste? Op mijn eiland een bezoekje brengen? Nou, het zal niet echt een bezoekje zijn. Het zal meer een overname zijn. Hoezo? Want bij deze commandeer ik... Nee, ja, nog niet. Bij deze commandeer ik jou. Ja, ja? Ik commandeer jou. Je commandeert mij. Om te wisselen van eiland voor één aflevering. En daarmee is het afgedaan en heb je niks op aan te merken. Ze gaan wisselen van eiland voor... En jij krijgt mijn attractiepark. Ja. En ik krijg jouw Chinese tempel. Ja. Ik vind het prima, dan ga ik... En het wordt zelfs zo erg, volgens mij zijn de schoonmakers... Ja, die zijn net geweest, dus je kunt vrolijk spullen droppen. Kijk eens. Dit krijg ik allemaal. Dit is van mij. Dan krijg jij allemaal dit hier. Deze troep hier krijg je allemaal van mij. Shit, dat betekent dat ik ook 10 vissen moet gaan vissen. Ja, jij moet einde van deze aflevering... Moet jij dan ook 10 vissen vangen? Ik doe jou het is echt net alsof ik mijn eigen spullen bij me heb. Het is niet zo anders. Het maakt niet uit. Ik moet nu een helmet op, dat is wel jammer. Maar oké, nou bedankt. Ik zou zeggen, veel plezier. Maar, mag ik ook jouw paarse trui lenen dan? Oh ja, dat is goed. ja, dat mag. Dan krijg jij mijn blauwe. Ik kleed me daar even om, kleed jij je daar ik kleed me daarom. Ja, ik zie je zo. A few moments later. Oh mijn god, jongens, ik heb een paarse trui. Ik heb letterlijk Robin zijn paarse trui aan. Het ziet er niet uit. Robin, kom maar naar buiten hoor. Hallo, doe je armen eens uit. Kijk eens aan. Ah, heerlijk. Dit ziet er echt, dit is gewoon mijn kleur. Ja, nou... Dit is, hij valt wel wat groot, vooral de broek. Vooral mijn linker broekspijp, die zit wat hoger. Mijn rechter broekspijp. Maar dat heb jij. Hé, dat heb jij ook. Oh. Ja, dat is toevallig. Ik heb dat ook inderdaad. We hebben alsof we allebei een ander groot rechterbeen hebben. Maar dat maakt niet uit. Hey, ik ga wel trekken naar jouw eiland. Ja, dat zou ik ook maar eens doen. Ik weet niet wat jij van plan bent dan op mijn eiland, maar dit wordt een toren, hè? Dat weet je. Er komt niet nog een dak op. Fijne dag nog. Nou, fijne dag. Nou jongens, we zijn aangekomen op het eiland van Robin. En Robin, ik ga je hele eiland mooi maken, oké? Ik beloof het. Ik ga van alle leuke dingen doen. Ik heb allemaal dingen gepland. En het gaat er hartstikke leuk uitzien. Ik heb echt hele leuke dingen gepland. Ik heb inmiddels trouwens ook 2 miljoen euro op de bank staan. Dus... Ja, daar ga ik het niet eens meer over hebben. ik wil jou wel... Ja, 585. Dus ook wel veel natuurlijk. Maar ik ga wel aan één ding ga ik aan jou vragen over het eiland. Prima. En dat is, wil jij... dat ik dingen ga doen aan de kant van de lantaarnpalen, of niet? Ja, prima. Doe maar. Oké, dan ga ik dat doen. Het is jouw eiland, hè, voor deze aflevering. Hey, ja, maar ik dacht, ik ga één dingetje even aan je vragen. De spullen trouwens, die zijn gewoon van mij, hè? Mijn spullen zijn gewoon van mij op mijn eiland. Ja, maar je mag wel... Ik mag jouw vandaag van jou... Gebruiken. Ja, dat zeker. Jij mag mijn spullen gebruiken, weet je. Ja, dat klopt. Ik heb al plan 1 en dat is gelijk de boom der bomen gaat teruggeplant worden. De boom der bomen die ik in de trollvideo heb gebouwd. Ik kon het niet laten... Hoe durfde je die boom weer weg te halen? Dat is de boom der bomen, was dat. Ja, maar Max, hou daar nou eens mee op. Nee, ik had een boom op een boom op een boom op een boom geplant. En die heb jij weggehaald. Dus nu moet ik weer een boom op een boom op een boom op Nee, een dat boom hoef je helemaal niet te doen. Weet je, dat mag je lekker laten gaan. Het is al begonnen. Nee, waar is het? Nee, maar oh, dan moet ik ook alles... Ik weet toch helemaal niet waar dit allemaal staat bij jou. Een stonecutter zoek ik. Ik zoek... Ja, bij Sven is zo staat hij. Oh shit, ik moet de deuren dicht houden. Dan moet ik rekening mee houden dat ik de deuren dicht moet houden voor die poepkikkers van je. Ja, die kikkers mogen niet ontsnappen. Oké, er is een boom op een boom. Oh, ik... Echt waar. Ja, dit is mijn eerste... Ja, jij komt met het... Jij wil in één keer wisselen van eiland. Nou, dan kom ik wel met mijn... Ik heb spijt. Heb je spijt? Ja, nu al. Maar goed, wij gaan Max Eiland verpesten. Ja, dat hebben jullie goed gehoord. Wij gaan hem inderdaad verpesten. Wat gaan wij daarmee doen? We gaan jullie zien al waar ik mee bezig ben. En ik denk dat Max dit helemaal niet tof gaat vinden. Maar ik loop nu eigenlijk al tegen een probleem aan. En dit brengt mijn hele planning in de soep. Dit is echt, echt heel jammer. Wat is je probleem? Jouw eilandborder is al tot de max. Ja, klopt. Ik kan al niet meer verder. Jij hebt geen settlings meer. Ja, dat kan kloppen. Waarom niet? Ja, gewoon kopen. Je hebt genoeg geld. Ja, dat wil ik niet uitgeven. Ik wil 2 miljoen. Ik heb nog 3000 nodig. Heb ik 2 miljoen. Nee, hier, koop even stack jungle settlings. Max, weet jij hoe je aan eilandkristallen komt? Nee. Volgens mij met missies voor je eilanden en zo. Gewoon dat soort dingen moet je halen. Aha, want ik dacht van we kunnen natuurlijk ook wel gewoon eventjes ons eiland wat groter maken. Maar... daarvoor hebben we eilandkristallen nodig. En best wel veel ook. 50 namelijk. 50 heb je ervoor nodig. Ja.
Ja, ik weet niet zo goed hoe je daar komt. Je kan ze met kristallen kopen, inderdaad. Of nee, met missies halen. Maar er moeten andere dingen te doen zijn. Maar ik weet heel eerlijk gezegd niet zo goed hoe. Maar dat betekent wel dat mijn hele planning vandaag in de soep loopt. Want ik wilde eigenlijk hier wat gaan bouwen, dames en heren. Alleen dat gaat dus niet door. Dus ik moet dit eigenlijk even terugplaatsen. Dus ik moet even wat anders gaan bezinnen. Dus dat is jammer. De boom is er weer op in. Ja. Het is groot, hij is nog groter dan vorige keer. Vorige keer kreeg ik allemaal kleine boompjes, maar nu heb ik... ga er nog eentje op plaatsen om het af te maken. Zo vervelend, Max. Echt waar. Hoezo? Ja, gewoon. Het is gewoon vervelend. Dus ik ben jaloers dat ik niet een boom de boom heb. Maar ja, het kan maar op één eiland. Ik kan overal maar 2 blokjes upgraden, Max. Verder kan ik gewoon niet. Maar wat wil je met je eiland gaan doen? Hoezo? Dat zeg ik. Ik ga de hoogte in. Dan komt een toren. Waarom denk je dat ik een toren wil? Ik heb toch geen ruimte om nog breder te gaan? Daarom wil ik een toren. Aha. Maar ik heb nu ook al een toren, een soort voorproefje op jouw eiland gebouwd. Ik ga nu de laatste boom plaatsen. Oké. De laatste boom is geplaatst. Weet je hoe legendarisch? Iedereen, de hele reacties stonden vol. Max, wanneer komt er een deel 2 van De Boom der Bomen? En daar is hij dan, jongens. Wacht, we gaan even naar beneden. We gaan hem even bewonderen vanaf de grond. Mijn paarse skin. Is er een dat stond er vast niet, Max. Ah! Dat, ik ging bijna dood. Hoe groot is de boom? De Boom der Bomen, jongens. Hij is boven de wolken. Je kan hem niet eens meer zien. Robin, hij is hoger dan de wolken. Ja, ziet hem leuk. Meer. De Renderdissus pakt er niet meer. Ik heb een aantal zwerfkatten de lucht ingestuurd, trouwens. Hoezo de lucht ingestuurd? Ja, er waren dus wat zwerfkatten op jouw eiland. Maar heb ik maar even weggehaald. Dat vind ik jammer dit. Oké, dan gaat nu mijn volgende hele nuttige taak ga ik uitvoeren, jongens. We gaan dit pakken hier. We gaan even kijken waar is het andere ding. Nou, die kan ik even, denk ik, of die moet ik even opnieuw maken. Maar die kan ik volgens mij ook gewoon kopen in de winkel. Nee, je gaat niet alles weer opnieuw maken. Hoezo? Hou eens op! Opnieuw? Ik heb het over een item opnieuw maken, want die heb ik op mijn eigen eiland liggen en die kan ik toch niet meer pakken? Nee, jij zit vervelend te doen, ik merk nee, het al. Nee, ik zit niet vervelend te jij doen. Bent gewoon al die pranks ben jij zometeen, heb ik allemaal weer ik terug, let maar op. Ik ben niet de pranks aan het terugbouwen, ik beloof het. Ik ben, ik zweer het, wat moet ik zweren dat ik niet de pranks aan het terugbouwen ben? Je gehele Skyblock bankrekening. Bankrekening, dat is 300.000. Balans. En op bankrekening. De gehele balans van... Nee, daar ga ik niet op zweren. Nee, ja, dat dacht ik al. Ja, maar misschien wissel ik zo meteen toch van mening. Nee, dat kan niet. Hoezo? Je kan nooit van mening veranderen. Zo zijn wij mensen niet geprogrammeerd. Jawel, zo ben ik wel geprogrammeerd. Misschien verander ik zo meteen wel van mening. Dan denk ik, weet je... Ik ben zo'n nerd, jij komt met programmeren. Oké. Jongens, dan gaan we nu even wat extreem nuttigs doen. Is namelijk even kijken, die gaat zo. Robin, ik vind jouw platformpje om jouw... het pad wat om jouw ding heen loopt, vind ik een beetje saai. Als ik het zo zie. Er zit veel gras tussen ook en zo. Ja, het pad om jouw tempel. Ik kwam niet op het woord. Om jouw tempel, daar mag wel wat dat gebruiken. Vind ik. Ja, nou dan laat je het wat gebruiken. Het is jouw eiland. Ja, ik ga. Jij hebt een lelijk pad. Hoezo? Ik heb een lelijk pad. Ik heb tenminste een goede fundering. Mijn pad is stevig. Hoezo? Dat is jouw eiland. Ja, oké. Okay. Jouw pad is nu heel stevig. Ja, kijk, en ondertussen, daar ben ik weer met mijn ondertussen. Ondertussen, ja, dat je door. Zijn wij de, ja, dan als we niet naar links, naar rechts, naar voren of naar achter kunnen, dan gaan we maar omhoog. Dus dan gaan we dat maar doen. Ga je de toren verder? Ja, misschien wel. Oh, de toren. Kijk, ik doe tenminste wat leuks, weet je. Jij zit weer zo salty te doen en mij helemaal af te kraken en weet ik veel wat allemaal. Soms, weet je, soms moet je leren ophouden, Max. Waarom is zo agressief zo, ineens? Dat moest er even uit. Ja, ik merk het. Ja. Wil je er even over praten? Of? Ja, nou ja, ja. Nee, het gaat alweer. Ja, het gaat. Hier, wat extra details in dit pad zie je. Dat kan helemaal geen kwaad, jongens. Die Robin weet gewoon niet precies wat hij doet, weet je. Dus het is wel eerlijk om hem een beetje te helpen hier en daar. Gewoon een beetje opfleuren en zo. Dat kan het wel gebruiken. Ja. Zeker weten, dat kan ik zeker gebruiken. En dan ben ik ook blij omdat jij dat ziet. En ik ben jouw fundering aan het maken voor de tweede verdieping of wat het ook gaat worden uiteindelijk. Want ja, jij gaat de lucht in. Saai, maar goed. Hoezo saai? Weet je hoe cool dat is? De toren. Gewoon de toren is dat. Oh, niet zomaar een toren, het wordt de toren. Oh ja, ja, ja. Maar ik hoop dat jij, maar ja, bij mij, maar ik ook bij jou, dat we wel een beetje aan elkaars wensen gaan voldoen. Ja. Daar twijfel ik over. Ik bedoel, jij neemt zomaar mijn eiland over en dan ben ik maar aan het lot overgelaten dat ik jouw eiland een beetje moet redden, weet je? Ik bedoel, het heeft wel echt de redding nodig. Dus ik denk niet dat ik aan jouw wensen ga voldoen. Oké. Okay. Nou ja, thanks. Dan stop ik bij deze ook met de toren, ik brand hem af. Nee, oké. Okay. Ik ga mijn best doen. Niet aan de toren komen. Oké. Okay.
Zo, kijk, nu heeft je pad heeft wat extra's gekregen. Gewoon, het heeft iets meer Shazam gekregen, als het ware. Shazam? Shazam, ja. Oké, dank je daarvoor alvast. Ja, geen probleem. Dat constante heen en weer geloop van Max, dat hij ook keer naar binnen moet en weet ik veel wat, dat is ook allemaal zo onhandig. Ik ga gewoon net als op mijn eilanden, ga ik gewoon... Niet kisten buiten plaatsen. Gewoon makkelijk crafting tables buiten plaatsen. Nee! Zodat ik er makkelijk bij kan. Nee, ik heb het allemaal zo... Misschien haal ik ze straks wel weg. Max, je praat door me heen. Misschien haal ik dit straks wel weg. Misschien ook niet. En ik ben hier begonnen met mijn eerste bouwwerk. En dit is toch wel echt prachtig. Robin, er zijn creepers op je eiland. Drie stuk. Jij bent er en er zijn ineens creepers op mijn eiland. Ja, die creepers volgen mij. Die komen vanaf mijn eiland. Ik weet het niet. Het is heel irritant. Die volgen me gewoon, die creepers. Ja, het is allemaal goed, weet je. Kijk, en zoals jullie hier misschien al zien, weten jullie een beetje wat dit gaat worden. Het is namelijk niet zo heel erg lastig. Want ja, ik zal er zo meteen nog wel een bordje bij plaatsen. Om het misschien even wat duidelijker te maken. Maar dit is nou een typische ingang, weet je wel? Een typische ingang voor zo'n toren als dit. Is dit nodig? En ja, wat mensen ervan vinden, dat boeit me niet zoveel. Want dit hoort nou eenmaal zo. Ja, Max. Ja, het blijkt maar weer. Het is allemaal wat, hoor. Het is allemaal wat. Ja, ik ga nu ook even bouwen wat al heel lang nodig was op dit eiland. Je had het, ja... Ik snap niet waarom je het nog niet had, want het is wel een goede, eerlijk, het is wel een hele goede toevoeging. Ik denk dat jij hier serieus wel heel blij mee gaat zijn als ik het af heb. Oké, nou ik ben heel... Hoe krijg ik ineens damage? Ik krijg ineens damage, hallo? Waarom krijg ik ineens damage? Au! Mijn au! Wat is... Oh, een skeleton! Ah! Waarom is er weer een skeleton op mijn eiland en op jouw eiland? Ja, dat weet ik ook niet, terwijl het op mijn eiland gewoon licht is. Ik snap er niks van. Ik snap er ook niks van. Nee, maar het maakt allemaal niet uit. Ik plaats hier in ieder geval dit, want dit is nodig. En als je het niet leuk vindt, Max, ja, dan moet je dat even zeggen. Dan doe ik er niks aan. Ja, ik ben nu de goede toevoeging aan het bouwen. Ben je benieuwd wat het is? Nee. Hoezo? Nou, oprecht? Nee. Op het boeitje oprecht niet. Maar het is op je eiland. Het gaat echt mega mooi zijn. Ja, maar hoor je niet wat ik zeg? Je zegt nee. Maar het is mooi. Je moet me vertrouwen, oké? Okay? Nee, maak me nu even niks uit. Ik ben namelijk hartstikke druk bezig. Want als dit niet af is, ja, dan kan dit ook gewoon niet. Snap je? Nee, ik snap niet wat je bedoelt. Nee, snap ik. Ik snap het wel. Kijk, en dan moeten we hier natuurlijk wel... je moet hier natuurlijk wel naartoe kunnen. Wat is jouw schep traag? Wat is het nou in één keer voor flame naam een schep? Schep heeft helemaal niks met de situatie te maken. Ja, jawel, die is traag in dit geval. Ja, maar met deze oorlog. Wat is dit toch echt perfect, dit. Wat ik aan het maken ben. Echt waar. Ja, dit ook. Dit is echt... Ja, jij wilt straks dit ook gewoon houden, denk ik. Misschien dat je wil veranderen van kleur, maar ik denk oprecht dat je zoiets wel wilt. En jij ik zie dat wat jij nu aan het bouwen bent, dat ik dat sowieso helemaal tevreden mee ben. Nee, niet helemaal. Ik denk alleen over de kleurkeuze. Alleen over de kleurkeuze, maar niet over wat het is. Dit gaat ook even weg. Ja, dat klopt, ja. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Heb je geen idee? Ik heb echt geen idee, nee. Oh, dat vind ik leuk. Nee. Waar liggen jouw dirt? Dat moet ik even zoeken. Ah, ik heb hem al gevonden. Tweede keer die ik open deed. Dankjewel, Max. Geen probleem, joh. Ik heb trouwens 2.020.000. Wil je wat hebben anders of zo? Moet ik je wat uitlenen? Verder zijn we hier bezig met de borstjes heel even te herplaatsen. Ja, dat is het ook gewoon. En gaan we daar mooi verder. We moeten hier nog even het pad afmaken. Kijk, nu hebben we één kant hebben we helemaal af. En dat is mooi. En hier ga je dus die kant op. En uiteindelijk kom je dus in een of andere wolkenkrabber natuurlijk terecht. Die wil Max natuurlijk gaan bouwen. Ik heb een beetje de fundering gedaan. Misschien wil Max het niet zo. Maar ik dank, ja, je kan... Ik dank. Ja, geen probleem. Je kan maar beter gewoon beginnen, weet je? Dat is Robin, het ook. Even serieus. Ik heb jou zo'n grote gunst gedaan door dit te bouwen. Ik ga nu kijken. Het is perfect. Dit past zo goed op jouw eigen... Ik snap niet hoe jij dit nog niet eerder hebt gebouwd. Dit is zo leuk. Ik ben oprecht heel benieuwd, want ik weet het echt niet. Dit is zo leuk. Het is pas zo perfect gewoon. Ik bedoel, je hebt het thema. Gewoon bij het thema in het algemeen past het heel goed. Oké. Okay. Je hebt toch gewoon een thema? Ja, maar ik ben best wel bang. Hoezo? Ja, gewoon. Ik weet het niet. Dat vind ik bijzonder dit. Ja, ik vind het ook wel eens wat zonde. We kopen ook even wat glas. Max, je had al wat glas. Shit. Ik werk vaak met glas. Ja? Ja, ik ben een glasboer. Glasboer, inderdaad. Boer. Ja, zo noem je dat gewoon. Een glasboer. Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven het woord glasboer gehoord. Gewoon iemand die daarin handelt, een glasboer. Nee, hou je mond. Nee, dat is een zandboer. Jawel, dat heb je gewoon. Een zandboer? Ja, gewoon iemand die een beetje... die daarin handelt. Ja, hoe moet ik het noemen? Dit is gelogen. Nee, dit is niet gelogen. Dit is wel gelogen. Jij liegt gewoon. Nee, dit is echt gewoon gelogen. Nee, hoe maak je tinted glass, Max? Dat zeg ik niet, omdat je liegt.
Moet je bij de zandboer vragen? Nee, de glasboer. Ik heb hem al. Oh, ik geef jou je allemaal spullen mee eigenlijk. Dat is ook helemaal niet handig. Ja, ik ook. Dat was het wat je wilde zeggen? Of? Ja, ik ook. Ja, hoezo? Oh. Dat was het wat je wilde zeggen. Kijk, nou begint het leuk. Ja, dit is leuk. Oh, dit is echt heel goed. Ja, dit is top. Oh, dit is een stop. Zie, jij bent weer met wat stoms bezig. Nee, het is gewoon grappig dit. Ik geloof helemaal niks van. Waarom niet? Soms moet je even vertrouwen. Ja, maar dat gaat nogal lastig. Hoezo? Nou, omdat je de vorige keer ook al een boom der bomen hebt gemaakt en weet ik veel wat. En, Ja, maar oké, maar nu is het nou maak je leuk. Zeker ineens de heilige boom of zo, weet nee, je wel. Nee, jongen. Zeg, het past bij jouw thema. Maar je moet gewoon af en toe lachen om die boom. Die weet je hoe hoog je is. Ach, hou op man, dat hoef je helemaal niet. Nee, nou moet je me niet aan het lijntje houden. Ja, natuurlijk ga ik schrikken. Ja, nou dan. En zo meteen, hoezo? Deze aflevering eindigen we ook gewoon op dit eiland. Ik ga helemaal niks doen. Jij komt ook nog helemaal niet naar dit eiland toe. Zo. Nee. Nee, niet nu. Aan het einde van de aflevering heb ik ook niet. Jawel. Nee, misschien wel. Ik wil zeggen, aan het einde van de aflevering wel. Hoe staat het ervoor bij mijn toren? Ja, gaat goed. Ik heb hier alles afgemaakt. En nu komen er nog heel even wat verduidelijking. Ja, ik moet nog heel even wat verduidelijking plaatsen. Je moet wat verduidelijking plaatsen, oké. Okay. Ja. Want als dat namelijk niet gebeurt, dan snap je het niet zo goed. Nee, oké. Okay. Ja, en als je het niet snapt, ja, dat is niet helemaal goed, snap je? Dat is niet helemaal handig. Kijk, dan komt... Wat zie je het? En kijk, en jij mag wel lachen. Dat is dan weer oneerlijk. Dat jij dan wel weer mag lachen. Nee. Dat is gewoon normaal. Nee, dit vind ik weer vreemd. Dat jij dan wel mag lachen. Ja. Ik vind het ook. Ik vind het ook wel eens wat vreemd, Max. Ja, maar waarom mag ik dan niet lachen? En jij wel. Zo, ik ben klaar met mijn lijpvoeging. Er is hier een hond. Die is valt. Nee, die gaat ervoor. Kom, hond. Hij doet het moeilijk, Robin. Ik heb je hond gered. Hij wilde bijna in de void springen. Ja, dat snap ik. Met jou als eiland-eigenaar. Kijk jongens, dan plaatsen we in ieder geval even deze dingen ter verduidelijking. Want dan, ja... Je moet gewoon weten dat het hier is, weet je wel? En als je dat niet weet, ja, dan moet je hier niet zijn. Snap je, Max? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee, dat is goeie. En dan komt hier, komt dit op het bordje, even op een bordje te staan. En die komt misschien ook hier, ja, dat is eigenlijk niet helemaal nodig. Maar ja, ik doe het wel. Zo, ja. En dan kopen we heel even toch, om het heel even nog wat duidelijker te maken, even wat dye. Die kopen we dan even in de shop. Kopen we even deze. En we kopen ook even deze. En dan kopen we bij de mop drops, kopen we ook nog eventjes de, waar staan die? De glow ink sacks. En die neem ik wel mee naar mijn eigen eiland, want die wil ik ook nog gewoon hebben. Oké, jongens, hij staat er nu zoals ik hem wilde hebben, het gedeelte. Maar het is nu het ding. Het is nog niet, het staat nog niet echt mooi, weet je. Dus de omgeving eromheen moet ook natuurlijk mooi zijn. Want het is raar om iets te bouwen op Robin's eiland en het gewoon zo neer te zetten zoals de boom. Weet je, de boom, die staat er gewoon en die staat gewoon te staan. Weet je, die heeft niks moois of zo eraan. Maar ik vind, omdat dit zo erg in het thema past van het eiland en omdat het echt een goede toevoeging is, vind ik dat we er wel... Nou, trouwens, nu ik het zo zie... Nou, dit is wel leuk trouwens zoals dit. Hij is leuk zoals hij is. Jij ook, moet er wel Max. Even, ja, dankjewel. Er moet er wel even meer gewoon wat... wauw effect bijkomen. Weet je, dat heeft het nog niet echt, het wauw effect. Dus daar ga ik voor zorgen, Robin. Geen zorgen. Oké. Okay. Ik weet niet of ik bang moet zijn of dat het allemaal goed komt. Mogelijk een beetje bang. Maar op een positieve noot. Ik hou niet van noten. Ik ook niet. Niet? Ik ga trouwens heel veel dure dingen kopen, Robin. Voor jouw eiland, hoe vind je dat? Ik heb ook al best wel wat uitgegeven, hoor. Ik heb ook echt al veel uitgegeven nu. Zo, en dan kopen we nog heel even een andere soort dye. En dan plaatsen we hier even twee van dit soort bordjes. Jullie kunnen het zelf even lezen, want ik ga het toch niet tegen Max zeggen. Maar kijk eens, dit hoort hier toch gewoon te staan. Dat denk ik. Inderdaad, ook. Nou, dan is dat gedaan. Dan is dit gedeelte nu zo goed als af. Het ziet er prachtig uit, vind ik. Ik denk dat oprecht met zelfs hier een paardje naartoe. En hier een paardje naartoe. En daar, ja, het klopt gewoon. En als Max hier niet mee eens is, ja dan... Dan weet ik het ook niet meer. Maar ik zou denken, ik zou hier in ieder geval best wel blij mee zijn. Helemaal als dit ook nog die kant op gaat en die kant op gaat, dan ja, kom je hier ergens echt naartoe. Dus je kan het een beetje zien nu als een soort van historisch museum, Max. Historisch museum? Ja. Ik weet helemaal niet meer wat je aan het doen bent. ja, oké. Okay. Ja. Dat maakt niet uit. Ik heb echt geen flauwe idee wat je aan het doen bent. Oh, wat goed. Au. Weet wel wat ik aan het doen ben en dat ik echt heel blij ben met wat ik aan het doen ben. Dat het er echt heel goed uitziet.
dan plaatsen we nog heel even van dit soort dingetjes hier, zodat je dat ook niet meer hoeft te doen. Ja, en het is vooral zo leuk dat we zo cryptisch naar elkaar zijn. Max, daar ben ik blij mee. Ja, de kijkers zien natuurlijk gewoon alles, maar ja. Wij weten, we geen flauw idee waar we het over hebben. Shit, nog wat wildkatten. Die moeten weg hier. Hup, daar. Heel goed. Weg met die wildkatten. Zie je nou mijn katten van het eiland af te gooien? Nee. Jawel. Nee. Er zit volgens mij die katten van mijn eiland af te gooien. Ik zou niet durven. Oké, top. Hoe staat het er bij jou voor? Nou, ik ben even mijn volgende plannetje aan het bedenken. Plannetje? Alsof jij ook gewoon wat gemeens aan het doen bent. Je noemt het ook gewoon een smerig plannetje. Nee, helemaal. Ik noem het geen smerig... Nou, nu leg je de woorden in mijn mond. Ik noem het helemaal geen smerig plannetje. Ik noem het gewoon een plannetje. Ja, nee, ik zie al hoe de koek is gedraaid. Ja, ik zie ook hoe de wind staat. En die staat niet jouw kant op. Hoezo niet mijn kant op? Nou, hartstikke erg. Echt? Ja, volgens mij wel. Nou, hou je goed vast dan. Ik ga het ook even aan deze kant nog heel even plaatsen. Want het moet wel duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat je ook hier naartoe gaat. Even kijken hoor. Zo, die plaatsen we dan hier, zodat het niet helemaal in de weg zit. Ziet er goed uit, dit. Ik ben echt extreem tevreden al overal. Kijk dan hoe leuk dit er allemaal uitziet. Zal wel niet. Jawel, echt. Zo, en dan plaatsen we deze erop. Zo, ja, kijk. Het zijn zulke goede details. Oh, dit zijn echt goede details. Zo, en dan plaatsen we hem hier ook. En nog hier. En dan klopt hij helemaal. Blijf het zeggen, ik snap niet hoe jij hier nog niet aan hebt gedacht. Ja, ik snap ook niet hoe jij hier niet aan hebt gedacht eigenlijk. Nu ik er zelf over nadenk, snap ik het echt niet. Nee? Nee. Ja, maar jij bent nu al een grapje aan het maken. Jij bent gewoon wat stoms aan het maken. En dan zeg je dat maar gewoon. Helemaal niet. Jawel, omdat ik het de hele tijd zeg. Klopt. Ik doe jou na. Oh, Max. Zit er wat extra details zoals dit? Maar het moet wel natuurlijk een beetje zo leuk zijn. Of nou, leuk. Gewoon wat diepte hebben en hoogteverschil en zo. Hoppakee. Misschien een beetje. Zo. Ziet dat er leuk uit? Ja, dat ziet er leuk uit. Kijk. Oh, jongens, dit is zo goed. Dit is zo goed. Zo, dan plaatsen we nog even een bordje hier. Nee, ik mag eerst, Max. Nee, plaatsen we nog heel even een bordje hier. Aan de zijkant. En dat doen we dan ook even aan de andere kant en dan is het helemaal klaar. En dan gaan we toch nog heel even aan die toren werken. Want ik vind toch dat Max ook nog wel een cadeautje verdient. Ja, kijk, weet je, omdat dit, ik wil dat wat ik bouw, wil het ook een beetje betekenis hebben, jongens. Dus oftewel, we gaan hier, gaan we dit helemaal doen. Wat betekent dat het gewoon een beetje, ja, ik kan het natuurlijk nu niet uitleggen, want dan hoort Robin het. Maar dan heeft het betekenis, weet je, dan is het is wat waard. Ik denk dat jullie dan wel snappen wat ik bedoel. Als ik dit zo tekening? Doe, ja, nee, niet tekening, betekenis. Oh. Wat is het nou? Hoe kan het nou? Je zei tekening. Dit is gek. Oh, dit komt. De server doet het op deze manier. Wow. Dat is heel gek. Oké, jongens, dan moeten we het even anders bedenken. Kijk, want je kan het dit blijkbaar niet op deze manier doen. Het moet zoals dit, ja. Oftewel. Ik snap echt niet wat jij aan het doen bent. Ja, nou, de server die wil dat ik het anders doe. Oh, nee! Oh, mijn god! Wat? Ik zit in de shop en ik denk, ik ga even wat calcite kopen. Druk ik op vul inventory. Heb ik een hele inventory vol met calcite. Ja, ik denk dat ik zo minimaal 60k aan calcite nu heb. Oh, ik heb... Maar ik moet zeggen, ik heb denk ik meer uitgegeven dan dat. 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb nou, echt nee, zo'n 30. Veel ja, maar ik... Ja, ik heb ook al wel wat uitgegeven hoor, maar... Ja, oh wacht, ik ga ook even kijken of ik een... Maar dit is wel echt extreem wat ik nu allemaal uit heb gegeven voor jouw eiland dit. Nou, hoeveel geld heb je nog dan? Nu? Ja, nog wel 2 miljoen hoor, maar ik had ze bij 2,5 kunnen hebben. Dat is niet waar trouwens. Maar wel veel. Kijk, wat we dan doen jongens, is dan gaan we... doen we deze erop zo, dit laagje. Dan doen we daarop, doen wij dit laagje. Oh, dat moet even... Ik moet het niet opklikken, want dan gaat het dus fout, blijkbaar. Dan doen wij dit laagje. En dan tot slot... Wacht, het is een beetje donker hier, zoals dit. Kijk, werken we. Doen we dit laagje nog. En dan de slotfase is natuurlijk het meest waardevolle. Zeker voor dit hier. Zo. Jongens, nu heeft het betekenis dit. Nu heeft het waarde. Nu is het niet zomaar nu is het niet leeg, weet je? Heel raar, je moet zo echt praten op een manier dat Robin niet snapt waar ik het over heb. Ja, en ik snap er echt geen reet van. Ga jij ook nog vissen zo, Robin? Ja, ik ga zeker nog even vissen. Ik ga nog even één ding bouwen en dan ga ik vissen. Dan ga je vissen. Want, mensen, ik wil een cadeautje achterlaten. En dan moet ik heel even kijken waar jouw eiland home is. Max, is dat aan de kant van de lantaarnpalen? Ja, toch? Volgens mij is dat in mijn huis. Oh nee, dat is aan de kant van de lantaarnpalen inderdaad, sorry. Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik hier een cadeautje... plaatsen. Hij was wel eigenlijk heel erg duur, dus ik ga hem een beetje anders maken. Oké. Maar ik denk dat je er nog steeds heel blij mee bent. Ik ben benieuwd. Ik ook. Kijk, dit ziet er toch... Waarom? Je bent alleen maar aan het stom aan het doen. Nee, Max, ik ben zo blij. Nee, je bent stom aan het doen. Nee, hier ga je echt blij mee zijn. Dit is het begin van iets moois.
Daar kan ik het op houden. Misschien snappen de kijkers die wel, of misschien ook niet. Zou ik snappen als je het niet snapt? Ik snap het wel. Maar ik vind het begin van iets moois. Oké, ik vind Demodic prima. We plaatsen heel even deze nog hierop. Kan dat? Ja, dat kan. Oké, dan jongens, er moet er nog één dingetje bij gezet worden. Heeft hij die zelf al of moeten wij... Weet je, die maken we al even. Kijk, dan gaan we gewoon hier naar boven, dames en heren. En dan, ja, dan denk je, hoe kom je dan weer beneden? Want als je dan... ja, dan kom je niet meer beneden. Maar dan kun je natuurlijk gewoon altijd naar je island home. Dus dat is makkelijk. Zo. En dan typen we er wat bij. Hoppakee. Zo. Oké, dan kan ik in de shop, als het goed is tegenwoordig, glow insects kopen. Ja, dat klopt. Die zijn eraan toegevoegd. Ik denk dat dit... Darwin, ik denk niet dat je het weg moet halen. Nee? Ik denk zeker niet dat je het weg moet halen. Het is zo'n leuke toevoeging aan je. Het past er perfect bij. Ik leg zo meteen wel uit, voordat je erin komt, waarom, weet je? Ik krijg een kleine uitleg en dan laat ik zien wat ik heb gemaakt. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Waarom. Jongens, ik heb nog één groot goed idee. Het is een perfect voor. Kijk naar de prijs in de winkel. Het kon niet beter dan dit. We doen er even gewoon een beetje een paar kopen. Zo. Het kon ook niet anders. Ondertussen zijn wij al helemaal hier. En ja, het ziet er wel lijp uit, denk ik zometeen. Als je zometeen vanaf beneden kijkt, denk ik dat het er heel leuk uitziet. Het voegt echt wat detail toe aan je eiland. Dus dat is helemaal mooi. En dan hoop ik dat ik eigenlijk gewoon dit op kan maken. Ik hoop dat ik nu heb gedaan dat het werkt. Want dit is... Dit is perfect. Ik hoop het zo erg, want we kopen er nog eentje. De laatste en dan weet ik de perfecte plek. De laatste doen wij hier, jongens. Perfect op dit plekje. Volgens mij is het gelukt, of niet? Is het gelukt? Ja, het werkt! Oh, wat goed! En oh, deze gaat ook perfect zijn. Ja, dit is perfect. Ideaal. En als je nu op Max's eiland komt, dan zie je dus dit. En dit is vet inderdaad. En dan denk je van, wat heeft dit voor zin? Maar dit is het begin van wat moois. En dit voegt gewoon echt wat detail toe aan je eiland. En ik denk dat Max hier ook heel blij mee is. Dus dat is mooi. Dat is leuk ook. Dan kunnen we nu nog heel even verder met wat anders. Nou, je moet vissen. Inderdaad, het vissen. De consequenties inderdaad. De consequentie van op mijn eiland leven is je moet vissen. Ja, 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 zeker weten. Gast, het is zo goed. Het is zo goed wat ik gedaan heb. Ik ben hier zo tevreden mee. Zo, dan plaatsen we nog heel even deze. En dan doen we dat heel even hier zo. En dan gaan we die visengel zo meteen pakken. En die ligt hier. En dan gaan we even vissen. Wat doe jij altijd op jouw eiland als ik ga vissen? Wat is jouw bezigheid dan altijd? Ja, ik ga dan gewoon verder. Vieze grinder ben jij dan. Dan ben ik echt gewoon mijn hart en ziel in het vissen aan het stoppen. En dan ga jij gewoon verder bouwen en zo. Dat klopt. En ik ga Max een speciale plekje pakken. Dat is hier boven op het dak. En dan ga ik lekker vissen. Ja. Kijk, het hengeltje ligt uit. En we hebben nog 0 vissen gevangen. Dus dit worden mijn eerste 10. Ik ben heel benieuwd. Ik open in de tussentijd wel gewoon een dagelijkse sleutel. Vind ik ook wel leuk. Heb ik nog niet gedaan deze aflevering. Dus de beloning die... Ja, de beloning is voor jou. Die krijg je. Ja, heel goed. Maar niet wat je krijgt, de beloning is voor jou. Je krijgt 32 leer van. Nou, daar ben ik blij mee. Ik kom het wel gelijk brengen. Nou, die vissen willen niet echt bijten bij mij. Nee? Hoeveel heb je er al gevangen? 0. Hoezo? Vissen is niet zo moeilijk. Ja, hoezo? Ze bijten niet. Je moet letterlijk gewoon wachten tot er eentje komt. That's ja, it. Dat weet ik. Maar dat zeg ik toch. Ze bijten niet. Oh, waarom hou ik nou weer weg? Dan ja, dat was per ongeluk. Ik heb een zware vinger, Max. Nee, jij weet gewoon niet goed hoe je moet vissen. Dat ik heb niet. Een zware vinger. Je moet letterlijk wachten. Ja, dat weet ik. Ik weet hoe vissen moet. Je hebt nog 0 gevangen. Je weet overduidelijk niet hoe je moet vissen. Ga jij er maar weg daar, want jij jaagt mijn vissen weg met een geschreeuw van je. Sorry. Hoppa, dat is 1. Hoppa, kijk eens. Hoppa, dat is 2. Kijk, nu gaat het hard, hè, jongens. Nou heb ik een sweet spot gevonden waar de vissen veel zijn. En dat is 3. En ik ben ook meteen een level omhoog, dus dat is ook mooi. Weet je wat nou blijkt, Robin? Nou? Nou, ik heb natuurlijk inmiddels al 100 vissen gevangen in mijn viscarrière op deze server. En het blijkt dus dat je bij vissers mijlpalen, als je 100 vissen hebt gevangen, kan je hier een mijlpaal doen, zo. En dan krijg ik nog een dagelijkse sleutel. En ik weet, als ik er 200 vang, dus moet ik er nog 100 vangen, dan krijg ik een ultra sleutel en 50 tokens. Zo? Ja, dus ik hoef nog maar 100, er zijn nog maar 10 afleveringen in principe, hoef ik vissen te vangen. En dan kan ik een keer zo'n blauwe kreet openen hier. Dat hebben we nog nooit gedaan. We hebben altijd alleen die rode hier. Maar die blauwe die is 3 sterren en de rode is maar 2 sterren. Dus ik moet echt een keertje die wil ik hebben. En ik wil ook een keertje die van 4. Ja, ik ga het ook openen. Oh, ik heb een wolf gekregen. Die gaan we gelijk op je eiland neerzetten. Ja, daar heb ik er al 3 keer van gekregen, joh. Ja, ik ga die gelijk op je eiland neerzetten. Oh, dus die is ook voor mij. Ja, alles is voor jou wat ik nu krijg, hè. Oh ja. We plaatsen hem op de boom der bomen. Oh, ik heb een speciale schat gevonden. Een Diamond Axe. Hey, die is voor mij. Top. Oh ja. Hoppa, level visser 3 omhoog. En ik heb al 8 vissen. Nog 2. Lekker bezig. Ik snap niet wat jij hier zo leuk aan vindt. De boom op aan het klimmen. En van boven zie ik mijn bouwwerk die ik bij jou toe... Het past
zo goed. Het is zo'n goede match. Het slaat helemaal nergens op. Nou ja, maar dat is wel mooi, want dan heb jij dus iets... Als het goed is, heb jij dus nu iets bij mij toegevoegd wat goed bij mijn eiland past. En dat heb ik ook bij jou gedaan. Nou, dan hebben we een eerlijk proces hebben we deze aflevering, ja. Ondanks dat we oorlog hebben. En je hebt een boom geplaatst, dus een beetje een prank alsnog. Ja, een beetje grappig tussendoor. Misschien ik ook. Jij hebt ook misschien een prank gedaan. Misschien, een kleintje. Ja, maar dat was niet de afspraak. Sorry, ik heb het toch gedaan. En dat is 10 vissen, dames en heren. Hey! Gaan we weer even naar het eiland van Max. En dan vind ik het tijd eigenlijk om van eiland te wisselen. Ja? Ja. Oké, dat vind ik helemaal prima. Oké. Wacht even, ik ben bijna klaar hoor. Ik ben de boom der bomen aan het opklimmen. En ik zie gewoon jouw eiland niet meer. Ik ben nu letterlijk helemaal boven en jouw eiland is gewoon verdwenen. Het is gewoon de random distance die vat. Jouw eiland die bestaat gewoon niet meer. Oké. Oh, dat is heel grappig. Dat vind ik echt heel grappig. Maar ik ben... Ja, hè. Want hier bovenop de boom der bomen komt de wolf. Welkom thuis. Gaan wij weer naar beneden. Oh, wat is het hoog. Wat is het hoog. Er is gewoon geen zicht meer op je eiland. Oeh, oppas voor fall damage ook. Oké, begin jij met naar dit eiland komen? Ja, dat kan. We kunnen ook doen dat we gewoon allebei... Nee. Kom jij maar precies naar mijn locatie. En dan mag je niet te veel bewegen, want dat precies, is goed. Hier sta je veilig. Dat is goed, dan kom ik nu naar jou toe, ja? Ja, nu. Oké. Ja, ik ben nu goed. Ik ben er. Oké, welkom. Blijf even staan. Ja, ik zie nog helemaal niks. Nee, het is weer fijn om op mijn eigen eiland te zijn. Ik zie daar al wel een boom. Door je soortgenoot word je gelijk begroet. Ja, dit is mijn zadel. Daar heb je de boom der bomen. Dan kan je even aanschouwen hoe hoog die is. Mega hoog. Maar... Oh, man. Het ding is, jij hebt natuurlijk jouw tempel, weet je? Ja. En tempels hebben meestal die aanbidden een soort van hoge wezen als het ware. Dus ik dacht, jij mist een soort standbeeld van een leuke boeddha-achtig wezen, oh, weet je? Nee. Jij mist een standbeeld van iets die je moet kunnen aanbidden. Dus als je me even volgt hier, heb ik aan deze kant van jouw eiland heb ik het prachtig standbeeld gekregen. <Hey. laughs> Heb ik een prachtig aanbiddend standbeeld voor je gecreëerd. Waar jij ten alle tijde heen kan om jouw god te worshipen. Hij staat niet eens goed in het midden. Nee, maar dat kon ook niet, want hij was 2 breed. Zijn neus moest 2 breed zijn. Maar je denkt natuurlijk, wat is dit nou voor lege onzin en zo? Maar zijn hoofd zit vol met schatten die voor jou zijn. Echt waar? Dat heb ik al gedaan. Ja, zijn hoofd zit vol met schatten. Maar hoe kom ik daar? Ja, gewoon omhoog bouwen. Heb je blokken voor mij dan? Ja, die heb ik hier. Ik heb ook echt insane veel... De bovenste kist heb ik helemaal gevuld met blokken die ik heb gebruikt. Je hebt allemaal mangrove dingen, packed mud en weet ik veel wat. Oh ja, mag ik even gaan kijken? Ja, je mag gewoon in zijn hoofd kijken. Je kan er via zijn... Wat is het? Via zijn voorhoofd, daar boven zijn neus kan je erin. Oké, Max, via hier zeg jij, hè? Ja, gewoon via zijn voorhoofd naar binnen. Zit er vol schatten, zit. Zijn hele hoofd zit vol schatten. Zo! Ja! Dirt! Ja, vooral dirt. Dat vond ik, dacht, vind je wel heel heilig als jouw soort natuurlijk, dirt. Ja. Dat heb ik ook bovenop gestopt als het meest waardevolle blok. Bedankt. Ja, geen probleem. Maar beneden ook. Er zit gold, diamonds. Er zit emerald, maar dit is goed voor mijn island value. Ja, er zit van alles op jouw eiland. Oh. Ik heb echt van alles gedaan. Of in zijn hoofd. Waarom heb je nou precies dat gat opengelaten? Oh, heb ik dat echt gedaan? Je hebt precies 1 gat opengelaten, ja. Verdorie. Dat ga ik wel fixen. Oké, maar was dat het? Ja, naast het feit dat je hem nu verpest hebt met dat blokje daar en dat weet hoe ik hoe kan het er nou nog staan? Ja, dat doe je gewoon verkeerd. Dat haal ik net weg. Ja, fix gelijk dat gat in zijn hoofd even. Dan heb ik de boom der bomen heb ik natuurlijk nog. Die is prachtig. Je hebt dit mega mooie standbeeld van je. Ik heb ook de omgeving leuk gemaakt. Weet je, staat ook de heilige Robin in die bruine kleur. Ja, dat vind ik wel mooi. Alleen het enige minder mooie vind ik dat al die varkens... Dat die verpletteren al mijn gewassen. Dat is echt irritant. Kijk hier, dit is gewoon allemaal gras geworden. Dit is niet eens meer... Dat geloof ik, ja. Oh, en ik heb binnen trouwens ook een cadeautje. Op je 2e verdieping heb ik gedaan. Oh, ja, je hebt zeker weer dat hoofd teruggeplaatst. Dat hoofd... Oh, nee. Dat is wel een goeie geweest, maar ik heb niet mijn hoofd teruggeplaatst. Waarom doet hij het nou niet? Hoe kan dat nou? Ik snap dat niet. Hè? Hij deed het best, hoor. Hij deed het best. Maar je hebt hem niet op je hoofd. Nee, ik deed eerst de deur open en toen haalde ik even die cocoon eruit. Oh, je had het door. Jij stinkert. Nee, de stinkert die staat daar buiten. Ja, de stinkert staat buiten. Maar wat, Max, kom nou even dan. Ja, er is boven niks. Het was dit. Nee! Hierom. Waarom werkt het niet? Oh, ik deed het bij jou! Nee, jij stond erop! Waarom werkt het niet? Hoe kan dat nou? Maar je stond erop! Ja, kijk, zie je? Met de helmpje werkt het wel. Oh, ik had... Probeer hem gewoon op je hoofd te doen. Zeker niet. Oh, dit was zo goeie, want je trapte er echt in. Ja, ik dacht dat je hem gewoon nog even door had. Maar dit was het. Dit heb ik op jouw eiland gedaan vandaag. Oké, nou, hartstikke bedankt. Dan gaan we nu naar jouw eiland. En ik ga eerst heel even. Oké, Max. Welkom op jouw eiland weer. Ik hoop dat je het fijn vindt om terug te zijn.
En ja, ik zou zeggen... 32 leer. Iemand kreeg een pan. Ah, ja, dankjewel. Ik zou zeggen, draai om en geniet van je eiland. Ik vind het spannend, ik wil niet... Doe maar, kom maar. Wat is dit? Wat is dat daarachter? Wat is dat voor rare toren? Dat is het begin van wat moois. Daar komen we zo meteen wel. Wat is dit? Wacht, entree, kaarten te koop. Nu of nooit. 5 suikers vind ik voor 40 euro. 3 kaarten voor de prijs van 5. Ja, ik heb er een dinges van gemaakt. Ja, zeker weten. Je hebt er gewoon echt een attractiepark van gemaakt. Ja, zeker. Kijk, je hebt zelfs personeelspaartjes voor de medewerkers die dan in het tickethokje zitten. Hier zitten. En dan en, hier is de uitgang weer. Je hebt echt kisten buiten geplaatst. Ja, heel veel Kelsai, dankjewel. Geen probleem. En ja, hier betaal je dus de entree en hier ga je dus ook naar binnen. Ja, voor nu kun je wel even gratis naar binnen. Ja, dit is dus het historisch museum. Hier, hier kun je beneden items bezoeken. Of in ieder geval... Ja, dit heb ik gebouwd. Hier is niet zoveel veranderd. Klopt, ja. Ik heb alleen die fundering, die palen daarboven vastgemaakt voor je tweede verdieping. Ja, hij haalt die torens niet weg, heel irritant, overal. Dat klopt, ja. Op je eigen eiland, zo. Dat klopt, ja. Dit is eigen... Oh, wacht maar. En dan bij deze, het begin van wat moois. Komt u maar. Het begin... Is dit een beacon? Ik vond de beacon te duur, 500k, dus ik heb hem maar zo gedaan. Nee. Dit is het begin van wat moois. Ik heb de straal ook maar alvast gemaakt. Waarom heb ik wil helemaal geen beacon op mijn eiland. Waarom is Jawel, dat is mooi. Want uiteindelijk kun je dan mooi hoog springen. Uitgang. Ja. Maar dan denk je van shit, maar hoe komt personeel dan binnen? En dan kom je hier naar de zijkant. Oh, we hebben natuurlijk ook zijdeuren. Die had ik en heb je de personeelsingang. Oh, personeelsingang niet betreden. Kijk eens aan. Ja, de beacon vind ik een beetje zwaar stom. Nou, hoezo nou weer? Hoe hoog is hij? Ja, best hoog. Ja? Ja, best hoog. Als je er bovenaan bent, dan kun je jouw eiland niet meer zien. Oh, dan moet ik heb niks om aan naartoe mee. Dan moet ik de volgende aflevering helemaal omhoog bouwen. Wat irritant. Oh mijn god. Nou weet je, jij hebt waarschijnlijk meer werk aan de bomen. Ik vind het leuk. Ik vind vooral de ingang leuk hier. De hokjes dat je moet betalen om binnen te komen en zo voortaan. Ja. Dus dat is wel leuk. Dan ga ik kijkers gewoon vragen dat ze hierheen komen. Dan moeten ze wel laten zeggen gewoon 10.000 betalen voor Precies. het bezoek op mijn eiland, weet je? Zou ik inderdaad wel zo vragen. Want ja, je hebt een beacon, dus dat is gewoon duur. Om op het eiland te zijn. Ja, en verder zou ik zeggen, geniet ervan. Ja, dankjewel. Ik vind het leuk, dankjewel. Echt top. Geen probleem. Geweldig. Ik ga in ieder geval weer naar mijn home. En dames en heren, dan zeg ik... Mag ik de outro doen? Nee. Doei! Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende aflevering gaan we gewoon weer in onze eigen outfits en op ons eigen eiland werken. Maar nu was het leuk om even om de oorlog goed te beginnen. Elkaars eiland een beetje te pranken en te trollen en te weet ik wat te verpesten. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Wil je nou ook meespelen op deze server? Dan moet je zeker even dikke page joinen. Speel je Bedrock editie. Kan je deze poort gebruiken? Join gewoon even. Kom even gezellig meespelen. Want wie weet kom je ons wel tegen. En het is gewoon hartstikke gezellig spelen. Dagelijks honderden mensen op. Dus wie weet is het ook wel een leuk plekje voor jou. En dan nu dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Hele goede aanrader. En dan nu spreek ik later. Klaar, later.